Hey allemaal, ik sta hier voor het gebouw waar aanstaande woensdagavond mijn boekvoorstelling plaatsvindt. Kom jij niet uit Gent of is jouw oriëntatie vrij slecht, dan is dit filmpje voor jou. Als je met de auto komt, dan kan je het beste parkeren op het Sint-Pietersplein. En dan kom je van deze kant. Voilà. En dan zie je dit gebouw. Er zijn verschillende ingangen, maar we gaan deze ingang nemen. Wat doen we? We gaan naar binnen. Voilà. We gaan de trappen omhoog en dan gaan we door de schuifdeur. De schuifdeur naar binnen. Ik moest even lachen omdat mijn cameravrouw heel voorzichtig op de trappen is. Voor de kijkers thuis. En dan die gaat naar binnen. Dan gaan we meteen naar rechts. Na de schuifdeur naar rechts. Dan zie je daar een bordje aan de muur met T1002 en wij gaan naar T1001. Dat is ernaast. Dus we gaan naar rechts. We gaan naar de liften. Er zijn twee liften. Eentje voor bezoekers en eentje voor medewerkers. We nemen die voor bezoekers. Want dan heb je geen badge nodig. Men drukt op het knopje. En dan wachten we. Voilà, hier is de lift. Dan moeten we naar de 10e verdieping om naar 1001 te gaan. En dan is dit het perfecte moment om een echte elevator pitch te geven. Wil jij meer weten over gelijke onderwijskansen, meertaligheid, taalverwerving, ouderparticipatie? En wil je eigenlijk ook verhalen lezen daarover? Niet alleen de wetenschap, maar ook de verhalen. Dan moet je zeker mijn nieuwe boek lezen, De Vliegtuigkoers. En perfect getimed, want we zijn nu op de 10e verdieping. Voilà. Dan kom je uit. Ja, dan gaan we niet bij ons zien. Ik heb de tijd. En dan is de boekvoorstelling hier. En dan vind je hier iets meer stoelen op dat moment en een heleboel leuke mensen. Graag gedaan!